Ja, ik blijf nog. Ja, alles is goed met mij. Kijk, voordat deze video begint, even jullie aandacht voor volgend opsporingsbericht. Vraag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. De politie en het parket van Brugge zijn nog steeds op zoek naar... Kleine poes, bij verdwijning had hij niks aan. Stikt soms tong uit. Ik vind mijn poes en bel naar het mobiele nummer. Bel. De vinder van mijn poes krijgt een poes. Kijk, het is rij grap. Deze video gaat daar niet over gaan, maar mijn moed is er wel enorm door beïnvloed. Ik ben mijn... Yo, what the fuck. Ik heb twee katten. De ene haat mij en de andere is mijn mattie. Mijn vriend is weg. Ik heb ook al fucking lang niet meer geüpload, maar dat doet er niet toe. Ik was dit weekend op een feestje in Zeebrugge. Dat is hier 10 minuten van. En mijn mama belt en ze zegt van, yo, de garage stond nog open en de katten zijn weg. En ik stond daar om 9 uur s'avonds op een feest en ik dacht echt van, ik heb de garage laten openstaan. Volgens mij zijn ze of meegenomen of overreden of gewoon weg. Ik wil er eigenlijk niet over praten, maar yo, any prayers. Verder komen die katten terug, want ik zit al fucking elke dag met echt een shit schuldgevoel dat mijn schuld is dat ze weg zijn. Ik heb de garage laten openstaan. En ik zag elke keer van, kijk, het is toch hun eigen schuld dat ze zijn weggegaan. Kijk, ik wil er niet over praten, maar ik moest het toch even delen. Pray voor mijn kat. Anders denk ik daar geen andere optie is dan... Suicide if you ever do. Kijk, fuck nerf. Kijk, gooien is beter dan schieten, toch? De rest is alles goed met mij. Ik ben naar Parijs geweest. Ik ben ook op andere plekken geweest, maar daar weet ik niks meer van. Mijn channel was weg. Al mijn video's werden demonetized. Ik heb al fucking lang niks meer verdiend met geen één video. Dus hey, hoe gaat het met mij? Het gaat fucking nice. Ik heb getelefoneerd met mensen die bij YouTube werken en ik heb hetzelfde antwoorden gekregen als elke keer. Een korte schetsen, als je belt met iemand bij YouTube, dan kan je ze goed niet bellen, want de antwoorden die je krijgt, het zijn niet eens antwoorden op je vragen. Thanks for helping me. Een tip was minder schelden. Precies dat, dan moet je minder doen. En dan zeg ik weer van, hey, erop. Ja, check. Iedereen is op Pukkelpop, ik ben hier. Het is tijd voor een Q&A. De eerste vraag is van Julie Stoops en zij vraagt, hoe is het leven? Kijk, beantwoord die even zelf. Het gaat fucking goed met mij. De volgende vraag is van Lars Vermeulen. En hij vraagt, waarom is die BO4 beta zo kakker slecht? Wel, kijk, dit spel was fucking nice. BO2 was ook nice. Black Ops 1 was ook nice. De mensen die de beta hebben gespeeld van Black Ops 4. Zelfde antwoord als daarnet. Fucking nice. Er zijn echt al heel de tijd mensen op mijn deur bellen en drukken. Heel de tijd. Ik moet dit niet doen, ik moet dit niet doen. Ik zeg heel de tijd tegen mezelf van doe dit niet, maar soms hebben we geen keuze als vlogger. Hallo? Poes jou, bitch. Hier is een mooie kamer, wie slaapt u hier? Yeah, no. Oef. Vision. We got the vision. We got... Als je aanbelt en ik doe niet van de eerste keer open of er wordt niet gereageerd, bel er niet 10 keer aan. Maar we zijn helemaal van Antwerpen gekomen en we hebben 2 uur op de trein gezeten en... Mattie, kijk, je organiseert niet even je eigen meeting voor mijn deur wanneer jij wil. Het is niet dat als jij naar mijn deur komt dat ik thuis ben en dat ik moet open doen ofzo. Chill als je komt en als je chill bent en als je ik open doe, dan is het leuk ofzo. Maar als ik daar even geen zin in heb, druk dan niet 10 keer op die bel. Ik bedoel, ik heb je eerste ook gehoord, ik heb je vierde ook gehoord. Oké, snap je? Het is tijd voor een leuk verhaal. Guy die ik ken van vroeger, of ja, die ik echt al 10 jaar niet meer heb gezien, maakt niet uit. Is dus cosplay. Hij had zichzelf gecosplayed in Batman. En hij was in de avond op de pier gaan staan om foto's te nemen. En de politie heeft hem opgepakt omdat heel zijn hoofd bedekt was. En omdat hij allemaal messen bij had, snap je? Voor de cosplay. En hij heeft de hele nacht in de cel gezeten. Omdat hij moest uitleggen aan de politie dat hij aan het cosplay was. Ze hebben hem opgepakt. Dus ze dachten dat hij erge dingen ging doen. Yo, er is hier wel mijn masker en hij heeft scherpe dingen bij. Voelt de politie op, dit is het Batman. En die mensen zeggen stop maar bellen. Ik denk dat ze mijn bericht al hebben gekregen. Hey, pull op! Waarschijnlijk krijg ik binnenkort weer zo'n mail of zo van iemand van yo, ik vind het echt niet kunnen, yo. Stel je voor, ik kom naar jouw huis. Duw op die bellen, je hebt best wel even bezig. Hij denkt, ik ga niet open doen. En duw je nog 10 keer op die fuck. De volgende vraag is van Inias Wintori Bironibitlu van... Pull the fuck up! One for one me in Yu-Gi-Oh! Fam. Mensen zagen dat ik suk in Yu-Gi-Oh! Mensen zagen dat ik aan bluffen ben, dat ik echt goed ben. Yo, ik zag jullie dat mijn kaartjes in deze sleeve zitten en dat de kaart zelf gewoon nog 1000 keer gaat. Wow, is klaar! De volgende vraag is van Siren Ruben. Wat is de duurste die je ooit hebt gekocht? Ik ben naar Parijs geweest, deze ring opnieuw gekocht, want ik was die kwijt. Ik heb dit hemd gekocht omdat ik dacht dat ik veel geld had, maar dat was dus blijkbaar niet zo. What the fuck? Godver... What the... Wow, yo. Wow. Oké, okay. Moet oppassen. Dit is fuck. Mijn microfoon was al even kapot en die zat in een glas. Waar is het glas waar je microfoon in zit? Daar sta ik nu in. Ik denk dat mijn voet aan bloed is en zo, maar... Heel de grond ligt vol met glas. Hé, hey, dit is mijn voet! Daar zit allemaal glas in, maar zo kleine dingen... Tot zover het glas.
Ik denk dat ik mijn microfoon gefixt heb. Best in. Tot zover deze video. Ik zit met mijn voeten in de lucht, omdat anders allemaal snijden in mijn voet zitten en zo. Kijk, als er iemand mij wil challengen op Yu-Gi-Oh! Als je me tegenkomt op straat, zorg dat je je fucking deck bij hebt en dan gaan we spelen. Kom niet naar mijn huis om Yu-Gi-Oh! Te spelen, dat heb ik niet gezegd. Hoel op! En get the fuck out. We nemen een korte pauze. Hey, tot zo. Hoel op! We zijn terug. Er zit geen glas in mijn voeten. Denk ik. Scherven brengen geluk, dus... Kan deze microfoon niet helpen? Ik word rage. Is dit shit? Nee! Kijk, even een quote. We moeten eigenlijk stoppen met zo fucking rotte, depressieve periodes te accepteren en het gewoon zo... Snap je, te accepteren dat het slecht gaat. Doe toch even dat het slecht gaat. En dat ga ik ook niet meer doen vanaf nu. Ik ga niet meer zeggen van, YouTube neukt me echt. Nee, ik ga gewoon zeggen van, hey, fuck off. Alles gaat fucking goed. Als je stopt met die shit te accepteren, dan gaat het op de een of andere manier al beter gaan. Als ik stop met zoeken naar, weet ik veel, een antwoord op waarom alles shit is. En als ik stop met zoeken naar verbetering, er gaat geen verbetering komen. YouTube gaat dit niet fixen. Dus misschien moet ik het gewoon zelf erover zetten en lukt het dat wel. Laten we hopen dat dat werkt. Wow. Ik denk zelf daar glas onder mijn t-shirt zitten. Femke Brox vraagt. Wat is het beste moment uit je hele lijf? Dat is een goede vraag. Dat is een heel mooie vraag. Als ik één moment op de allereerste plek zou moeten zetten. Het beste moment uit mijn leven is misschien wel de dag dat ik het meest gehuild heb en zo. En dat ik misschien de slechtste dag ooit heb gehad. Achteraf gezien was het misschien wel het mooiste moment uit heel mijn leven tot nu toe. En is de dag dat ik van school gestuurd ben. Op die dag heb ik zo fucking veel gehuild. Niet omdat ik gelukkig was. Echt gewoon omdat ik verdrietig was. Dan heb ik ruzie gehad met echt iedereen. Maar die dag, ik weet het niet. Die dag is er zo iets gebeurd. Waardoor dat ik zo hard gezien heb wie er echt wel voor me was en zo. Dat ik een soort van moment van verheldering kreeg of zo. Dat ik zo even kon zien door al die shit. En dan even dacht van wow. Eigenlijk gaat alles wel fucking goed. En eigenlijk moet ik echt stoppen met zo te doen alsof het niet goed gaat. Want ik heb echt herrijden. Misschien was dat wel het mooiste moment van heel mijn leven. Op de slechtste dag ooit. Wel het beste moment ooit. Wow, hey, diepe shit. Volgende vraag. Bedankt voor deze vraag, Femke Brok. Volgende vraag is van Pien van der Tocht. En zij zegt, ik heb gezegd tegen Gio op Dance Valley dat je video's beter zijn dan zijn video's. Dan zou je in eerste instantie denken van, hey, dit is een kracht. Ze wil gewoon je aandacht, ze wil gewoon een foto van je ding. Check. Aces, we vinden je een fucking baas. You're a fucking legend. Help. Is dat letterlijk het enige wat je te zeggen hebt? Ja. Hey, dat hoort hij zo vaak. Ik heb al echt al 2 keer tegen Gio gezegd van, yo man, je video's zijn beter dan... Ja, dus Nathan, je bent... Volgende vraag is van de GFE 1998. Wat vind je van Hypebeast? Kijk. Supreme is mijn level. Dat hebben we net weer aangebeld. Ik wou een grappige sketch opnemen dat ik een fucking hypebeast nadeed. Nee. Waarom blijven die mensen aanbellen? Hoezo? Hoezo? Hallo? Hallo? Ik denk dat de microfoon van deze ding kapot is. Kijk, ik ben hypebeast. Fuck, wel glas in mijn voet. En daar komt er bloed. Ik heb geen probleem met hypebeasts. Ik draag zoveel Supreme op elkaar of dat je kan. Ik moet even lagen, want anders kunnen ze mijn hoofd zien. Hallo? Hoeveel keer heb je op de bel geduwd? Hoeveel keer? Echt? Hey, ik moet even van kleren veranderen, want ik ga niet zo... Hey, er zijn meer mensen aan mijn deur, yo. Ah, ik heb geen broek aan de sheet. Oké, okay, ik ben een hypebeast, Lee. Oké, okay, dus dit is niet de guy die 1000 keer op mijn bel heeft geduwd. Dit is een vriendelijke guy die appelmoes kwam brengen. Maar heeft die kinderen wel zijn wachtfietsen, joh. Deze guy heeft 1 keer gedrukt. Sorry dat ik zo fel deed tegen jou. Dat is niks, hoor. Ik kan niet eens over 19 minuten. Sorry. Yo, dat is ook niet mijn kat. Wat doe jij hier nu weer? Cartier? Fijne middag. Welkom op de appelmoes. Oké. Deze guy had gewoon appelmoes mee. Big shout-out naar Louis Cartier en zijn vrouw. Mensen die een appelmoes warm eten, opgewarmd in de microgolf. Wauw, jullie gaan straight naar de hel. De mensen daarvoor, yo, fuck jullie! Nee, misschien zijn jullie wel lieve guys, maar druk gewoon 1 keer op die bel. Jullie voor de eerste keer hadden gedrukt, was ik nog niet eens een video aan het opnemen. En toen ook naar beneden gaan en dat duurde zo even. En toen hadden jullie al weer gedrukt. In Amerika mag je mensen doodschieten vanaf ze op je grond komen, wee. Even serieus, ik fuck nog altijd fucking hard met Supreme. Ik heb ook gewoon deze box logo, maar ik doe hem niet meer aan. Omdat, ja, er zijn gewoon te veel mensen die zo flexen en fake flexen. En fuck hun ook allemaal en fuck ook hun moeders. Voor de rest, ik ben terug op YouTube, dat zag ik elke keer. En nu meen ik het echt, want ik heb mezelf echt gewoon motivatie. Ik ga even door deze video. Ik ga deze video afsluiten met een quote. Supreme is kankerhard. Iedereen die mij daar in tegen spreekt, yo, get a full out, biggie. Ik zie jullie volgende keer weer. Kijk wat naar mijn Twitch. Ja, ik denk dat de sperma warm moet blijven. Daar heb je je antwoord. Het moet warm blijven als het niet meer warm is.
Ah, dit is ongepast, dude. De reactie is te expliciet. Dat bedoel ik dus. Zet het uit. Dat normale mensen hierop kunnen reageren. Misschien denkt dit meisje nu van, ai.